als het donker oplicht. Onze straten waren de afgelopen week op een tweetal avonden onverlicht. De techniek rond de overgang van winter naar zomertijd liet ons mogelijk in de steek. Het was werkelijk roetdonker. Een schokkerig lichtstraaltje dat je over de straatstenen zag gaan, was afkomstig van een wandelaar die met zijn zaklantaarn zijn weg zocht. Het herinnerde me aan de bezettingstijd. Toen was het 's avonds en 's nachts nog donkerder. Deze week waren er huizen die licht uitstraalden. Velen doen immers de gordijnen niet dicht. En zo fungeerden die huizen als lantaarns. In de oorlogsjaren mocht geen kiertje licht zichtbaar zijn. En als er geen vensters waren, werden de ramen afgesloten met zwarte rolgordijnen. De bezetter was bang dat overvliegende vliegtuigen van de geallieerden bij het zien van licht hun bommen zouden laten vallen. Staande voor het raam deze week en de donkere straat inturend, kwamen de oorlogsbeelden in me boven. Ik zocht mijn knijpkat op, de kleine groene oorlogszaklantaarn die ik zorgvuldig bewaar. Er zit geen batterij in, maar een dynamo. Door met een hendel knijpende bewegingen te maken, wek je stroom op en komt er een beetje licht. Dat knijpen veroorzaakt een wat klagend, knerpend geluid. Vandaar de naam knijpkat. Er is een wonderlijke geschiedenis aan verbonden. In de oorlog werden de knijpkatten onder leiding van Fritz Philips onder andere door Joodse arbeiders gemaakt. Fritz zag daardoor kans een aantal Joden gedurende een bepaalde tijd te vrijwaren van deportatie. Toch kwamen ze in het concentratiekamp Vught terecht. Maar ook daar gingen ze verder met de productie van knijpkatten en andere instrumenten. Fritz Philips heeft zich weliswaar afgevraagd wat het beste was. Want die instrumenten en ook de knijpkat werden eveneens door het leger gebruikt. Maar er konden Joodse levens door worden gered. En toen in de zomer 1944 de mensen van het Philips-commando, want zo werden de knijpkatmakers genoemd, toch naar Auschwitz werden gedeporteerd, werden ze niet vergast. 382 van de 496 gedeporteerde arbeiders overleefden de Holocaust. Op 11 januari 1996 kreeg Fritz Philips de Yad Vashem-onderscheiding voor zijn moedig gedrag. Op die donkere avonden deze week flitsten de beelden van de knijpkatgeschiedenis door mij heen. Maar daar bleef het niet bij. Want toen ik op de avond van de 2e april het dagboek opensloeg dat mijn vrouw en ik volgen, zag ik tot mijn verwondering dat de dagtekst woorden uit Psalm 119 betrof. De opening van uw woorden geeft licht, de eenvoudigen verstandig makende. Maak mijn voetstappen vast in uw woord. En de schriftlezing was het gedeelte waarin een bekende tekst luidt: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. De schrijver van het stukje in het dagboek vraagt zich af waarom de Bijbel voor zoveel een gesloten boek is
Het is, zo zegt hij, omdat onze eigen schaduw erover valt, die wij zelf aanbrengen. Dat geeft te denken. Op zo'n donkere avond, bij een heldere hemel, in de afgelopen week, zei ik tegen mijn vrouw: kijk, nu kun je de sterren beter zien. Het zijn Gods lampen aan het firmament. Lang geleden, in november 2001, schreef ik voor een kleindochter een liedje met als titel Voordat ik slapen ga. Voordat ik 's avonds slapen ga, kijk ik nog door het raam. Dan zie ik de lantaarn staan. Zijn witte lamp is aangegaan, maar niemand in de hele straat gaf aan dat witte licht een naam. Voordat ik 's avonds slapen ga, kijk ik nog door het raam. Dan zie ik soms de sterren staan. God heeft die lampjes aangedaan. En toen hij al die lichtjes schiep, gaf hij aan elk van hen een naam. Voordat ik 's avonds slapen ga, kijk ik nog door het raam. Dan doe ik de gordijnen dicht. Maar uit het hoge hemellicht ziet God mijn kleine raamgezicht en noemt me bij mijn naam. Soms kunnen donkere momenten ons dichter bij het licht brengen. Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe luchten na. Is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God? Zie ik sterren. Deze God die hart en heer.
Hoe groot is God?